Oké, het lijkt erop dat het nieuwste Sims 4 uitbreidingspakket is gelekt. Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Ik ben Jessie, ik maak Sims 4 video's als Tessalate hier op YouTube. En ik heb vandaag een soort van nieuws voor je. Er is nog weinig bekend hoor. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed of ik deze video mag maken. Misschien wordt hij wel verwijderd, want ik weet niet of ik dit mag delen. Maar ja, it's out in the open. Ik heb het zelf ook online gezien. En ja, ik wilde dit toch gewoon heel graag met jullie delen, omdat ik er vet enthousiast over ben. Want er komt een nieuw uitbreidingspakket. En ik wil jullie even meenemen naar de roadmap voor de zomer van 2024. Ik ben op het internet hier op de website van de Sims. En het is de Sims 4 Season of Love, het liefdesseizoen. En hier is dan aangekondigd wat we de komende tijd konden verwachten. Nou, hier staat onder andere dat we twee nieuwe kits erbij hebben gekregen. Daar heb ik video's over gemaakt. Deze zijn 2 weken terug uitgekomen. De Riviera Retreat Kit en de Cozy Bistro Kit. Die zijn uit van de roadmap. En nou ja, hier staat dan de Romantic Roadmap met wat plaatjes erbij. We krijgen 2 gratis stijl-updates. Die zijn er volgens mij ook al deels. En 1 Flirtatious Expansion Pack. En flirterig uitbreidingspakket, jongens. En er staat onder Made Waves, but we woohooed anyway. En iemand abonneert op mijn YouTube-kanaal. Dankjewel. Oh, oh. Diegene heeft de poes wakker gemaakt, jongens. Jullie hebben de kat getriggerd. Jij wilde zeker precies nu uit. Ja, dat dacht ik al. Maar er staat onder Made Waves, but we woohooed anyway. Dus we hebben golven gemaakt, maar toch oh ja gedaan. Oh ja is natuurlijk de spicy time in de Sims. Dus voor het flirterige thema laten we even de lampen roze maken. Hè? Dat is toch net even meer in het thema van het pakket. Dus we wisten al dat er een flirterig uitbreidingspakket zou komen. Maar er is meer informatie. Oké, wat betreft beeldmateriaal is er op dit moment, op het moment van opnemen van deze video, nog niet heel erg veel. Maar er is wel bekend dat de titel een soort van love struck is. En ja, ik heb naar dit plaatje gekeken. En ik heb heel erg geprobeerd te achterhalen of dit fanmade is of dat dit een legit leak is. Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. Maar als ik even kijk naar hoe goed het haar eruit ziet en de oorbellen en zo. Die man niest, ik schrik me dood. Nee. Maar goed, ik vind het er zeg maar te realistisch uitzien om een fanmade iets te zijn. Meestal als er een fan-edit of een valse leak is, dan vind ik het er nepper uitzien dan bij dit. Want we hebben dit plaatje. Nou, wat zien we hier sowieso? We hebben dus iets van een dating-app, daar kom ik straks op. We zien hier natuurlijk het Sims 1 romantische bed. In de, wat was het, kelderschattenkit zat hij ook al uit elkaar gehaald. Maar het lijkt erop dat we hem nu dus ook in het echt krijgen. Nou, we zien hier natuurlijk deze 2 Sims met elkaar. Ik vind de kleding er ook wel echt Max's Match EA uitzien. Dus ik denk echt dat het legit is. En dan hebben we hier een stel die elkaar chocoladeaardbeien voeren, volgens mij. Ja, dit ziet er ook gewoon best wel echt uit. En deze zijn romantisch in het park met elkaar aan het zitten. Dus wat ik denk aan de hand hiervan is dat het echt een soort uitbreidingspakket wordt. Ja, waarbij je gewoon net even meer hebt in terms of dating. Dus dat het gewoon net wat uitgebreider is. Meer interacties. Dat hele dating, dat het gewoon net even beter wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Nou, de volgende afbeelding die ik heb is dit. Dit is zeg maar de voorkant van het pakket. De cover art als het ware. Ook met diezelfde afbeeldingen erop. En het heet dus Love Struck Expansion Pack. Dus ja, wat zou de Nederlandse vertaling zijn? Laat even weten in de reacties wat jij denkt dat dit zou zijn. Want ik weet natuurlijk alleen nog maar dit. Dit zou de cover art kunnen zijn. Ik weet het nog steeds niet of het echt wordt. Maar dit is wat ik heb. En dan hebben we deze afbeelding. En dit vind ik zo mooi. Ja, dit moet wel bijna legit zijn toch? Dit ziet er gewoon te goed nagemaakt uit om nep te zijn. Even wat me opvalt aan dit hele verhaal. Ik zie sowieso, deze gordijnen zijn base game. En dit tafeltje is ook base game. Daaraan denk ik, oké, is het dan echt? Ik twijfel nog steeds. Maar we hebben deze knuffeltjes. En die doen me een beetje denken aan die emotie octopus. I love the emotie octopus. Dus we hebben deze 2. Misschien krijg je dit wel als een soort van nieuwe reward na een date. Nu krijg je natuurlijk ook als je een evenement behaalt met brons, goud of zilver. Krijg je daar bepaalde beloningen voor. Misschien is dit wel iets wat je met een date kan verdienen. Ik hoop het. Nou, de kleding die zij aan heeft is ook nieuw. Nou moet ik wel hierbij zeggen. Hierbij heb ik wel een klein beetje dat mijn radar afgaat. Van ja, is het echt? Is het niet echt? Want ik vind het er heel erg zelfgemaakt uitzien, als je begrijpt wat ik bedoel. Er zit weinig textuur in, dus als ik dit zie, dan denk ik, ja, ik weet niet of dit nou een echte plaatje is uit het pakket. Ik zie wel een nieuwe nagellak met een soort van French tip in het groen. Dat is wel heel nice. Ja, en dit bed. Dit bed is ook nieuw. En dit kastje wat je hier in de hoek ziet, dat komt mij ook niet bekend voor. Dus ja, of het is custom content, hè. Dat kan ook, dat iemand het echt heeft nagemaakt. Maar die komt mij niet bekend voor. En dit bed is sowieso nieuw. En ik vind dit bed net even te gedetailleerd en te specifiek met dit verlept
echt een matras. Om custom content te zijn, ook met wat eronder ligt en zo. Dus ja, aan dat bed te zien denk ik wel dat dit misschien echt is. Maar om even, hè, ik heb het nu echt over de spullen. Maar we zien natuurlijk allemaal wat hier gaande is. Deze vrouw heeft een gebroken hart. Die mascara is uitgelopen. Hoe leuk zou het zijn als dat in het echt ook kan. Voor ons en niet voor haar. Zij heeft een rot tijd. Maar wij hebben de tijd van ons leven. Dus dit is de enige screenshot die er tot nu toe is gelekt. Maar we hebben ook informatie. En dit wil ik natuurlijk even met jullie doorlopen. Het begint met The Sims 4 Lovestruck Expansion Pack. Short description. Korte beschrijving. Mand. Nee, ontmoet je match staat er eigenlijk. Dus het concept wat ik hier uithaal is toch een beetje het hele dating gebeuren. Oké, verken de romantiek als je een match hebt met aantrekkelijke Sims en plan spannende dates met het nieuwe uitbreidingspakket. Je kan een profiel maken voor je Sims op Cupid's Corner dating app. Oké, nice. Ik heb nu een mod geïnstalleerd voor de dating app. Simda heet dat. Dat is een hele goede mod, maar het zou echt nice zijn om het gewoon in het spel te hebben. Oké, maar je kan dus echt matches ontmoeten. Tinder, jongens. Tinder komt naar de Sims. Oké, we hebben nieuwe intieme interacties. Zoals knuffelen in bed, een zwoele dans, een seductive dance, een verleidelijke dans, die wachten op jou. Of je dynamiek nou steamy of moeilijk eindigt, dat hangt ervan af wat je sim aantrekkelijk vindt. Oké, dus je kan blijkbaar ook echt turn-ons en turn-offs hebben, dat staat erbij. Je moet daar aandacht aan besteden wat je sims aantrekkelijk vinden en wat ze juist niet aantrekkelijk vinden. Hadden we dit in de Sims 2 niet ook? Ik weet het niet meer. Oké, maar dit maakt het wel meteen een stuk leuker. Ik krijg ook helemaal weer zin om verder te gaan met de 100 baby challenge. Oké, maar ja, wat ik hier uithaal dus dating app, aantrekkelijke dingen en minder aantrekkelijke dingen en nieuwe intieme interacties. En dan staat er ook, als je het pakket nu koopt, nu is het natuurlijk in de toekomst, want dit is uitgelekt, dan krijg je het Heartbreak Happens bonus item. Ik weet niet wat voor bonus item het is. Ik heb nog geen plaatjes, maar je krijgt dus al een bonus item. En niet alle liefdesverhalen hebben een gelukkig einde. Omarm een beetje liefdesverdriet met de Cry Me a River eyeliner. Oké, dat doet me eraan, dat laat me denken dat de eyeliner die we net in de vorige afbeelding gezien hebben, dat dat dus een make-up item is. Dat zou ik aan de andere kant ook wel jammer vinden. Want ik zou het dus leuk vinden als je sim bijvoorbeeld een gebroken hart heeft, dat die eyeliner dan automatisch uitloopt. Zoals ik dit lees, lijkt het erop alsof je die eyeliner gewoon op kan doen in make-up. Dus dat je die dan, of je hebt hem bij die outfit altijd, of nooit. Maar ik loop echt heel erg op de zaken vooruit, want dit is pas een leak, jongens. We weten het nog niet. Maar je hebt dus eyeliner. Cuddle up with Herbert Heart plushie. Oké, je kan dus knuffelen met de nieuwe Herbert Heart plushie. Nice. Dat is wat we net gezien hebben. En je kan je single life beginnen met de basic breakup double bed. Oké, dus je hebt, en er staat bij, your ex took the bed, but not your dignity mostly. Oké, dus als je single bent, dan kan je het break-up tweepersoons bed nemen. Oké, maar dit is dus ook van die vorige slide, net als die eyeliner. Wacht, ik pak hem er nog even bij. Dit is dus het break-up double bed. Dus je hebt waarschijnlijk een soort van tweedehands bed moeten scoren, omdat je relatie uit is gegaan. Want er staat ook bij, je ex heeft je waardigheid meegenomen, of je bed meegenomen, maar niet je waardigheid voor het grootste gedeelte dan. Dus het is niet zo'n mooi bed, wat je dan ervoor terug hebt, maar je waardigheid is nog intact. Het is nu beschikbaar als je voor 27 juni, tussen 27 juni en 5 september bestelt. Dus daaruit haal ik de informatie. Sherlock hier. 27 juni komt dit pakket dan blijkbaar uit. En als je dus voor 5 september koopt, dan krijg je al die extra's zoals die eyeliner, die plushie en dat bed er dus bij. Is wat ik denk. Wanneer wordt het 27 juni? Oh mijn god, ik heb hier nu al zoveel zin in. Ik denk trouwens niet dat dat de release date is. Dat zal de pre-order date wel zijn. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Ik weet niet wanneer het dan uitkomt, maar 27 juli is al over 3 weken. Dat lijkt... Nee, dat is... Wanneer is dat? Volgende week? Dat is heel snel. Jongens, ik kan niet tellen met de dagen. Dat is snel. Dat zal niet. Maar ik ben even goed. Oké, nou dan staan er nog wat dingen onder. Plan hotter dates. Dus je kan hetere dates plannen, jongens. Oké, je kan dus de Cupid's Corner app. Daar kan je op zoeken naar matches die je sim interessant vindt. En dan kan je dus een date beginnen met het nieuwe date planning systeem. Oké, je kan kiezen waar je naartoe gaat en wat je gaat doen. Je kan een romantische rendezvous maken. Of je kan je sims laten connecten door spelletjes te spelen, te knuffelen in bed. Dat is wel voor de tweede date hoor, jongens. Of het romantische kleed meenemen naar een mooie plek voor een speciaal moment. Dus een soort picknickkleed. We hebben natuurlijk met landelijk leven, hebben we al de picknickmand en zo. Maar dit is waarschijnlijk echt een kleed waar je op kan knuffelen. En nou ja, weet ik het. Het klinkt leuk. Nou, dan staat er iets all about attraction. Dus het gaat allemaal om aantrekking. Wat werkt voor jouw sim? We hebben dus turn-ons en turn-offs. Dus green flags en red flags, I guess. Nee, wat je sim dus leuk vindt en wat hij niet leuk vindt aan andere sim. Die bepalen hoe erg je sim is aangetrokken tot een andere sim. Dat gaat over interesses, interacties en nog meer. Ik vertaal dit dus live, hè? Dus neem het even met een korrel zout. Ontdek dus deze turn-ons en turn-offs als je sim hun partner leert kennen, relaties opbouwt en romantic satisfaction, oké, romantische tevredenheid behoudt, onderhoudt.
Dus er is blijkbaar ook een soort van nieuwe romantische tevredenheid. Omdat Sims verschillende dingen leuk en niet leuk vinden, hebben partners verschillende satisfaction levels, verschillende tevredenheidslevels. Hoe Sims met elkaar omgaan zal ook beïnvloeden hoe hun romantische dynamiek is. En dan heb je dus wholesome, steamy, strange or unpredictable. Dus wholesome is zeg maar een soort van, ja, jeetje, vertalen is moeilijk lijf zeg. Ik had het van tevoren kunnen doen, maar ik wilde meteen deze video opnemen. Ik ben echt super enthousiast. Je hoort mijn poespoep op de achtergrond, maar het hoort er allemaal bij. Ja, wholesome, ik weet niet helemaal hoe ik dat moet vertalen, maar je kan het denk ik zien als gewoon echt de perfecte, rustige, stabiele relatie. Dus je partner is ook meteen je beste vriend en je hebt nooit ruzie, je kan het perfect met elkaar vinden, je vindt het leuk om dingen met elkaar te doen. Gewoon echt gewoon de schattige opa en oma relatie, gewoon een goede, stabiele relatie. Maar je hebt ook de steamy relatie. Nou, dat is natuurlijk de relatie waarbij, een groot deel van je tijd in beslag neemt, denk ik. Dus dat is vooral hoge spijs level. En dan heb je ook nog strained. Dat betekent natuurlijk dat het een lastige relatie is. Of unpredictable, onvoorspelbaar. Dus dan ben je de ene dag misschien heel steamy, de andere dag ben je gewoon vrienden en de volgende dag dan vecht je elkaar de tent uit. Dat kan allemaal. We hebben natuurlijk met samen groeien ook al de familiedynamiek erbij gekregen. En dat bepaalt natuurlijk de banden tussen je verschillende familieleden. Ik denk dat dit hetzelfde is, maar dan echt tussen romantische partners. En dat vind ik nice. Ik hoop dat dit misschien ook met vriendschap iets doet. Maar focus natuurlijk op romantiek, hè jongens. Het is de romance season. Oké, nou dan hebben we ook for lovers of love, dus voor de liefhebbers van de liefde. Romantiek is niet zomaar een woord, het is een vaardigheid die verleidelijke interacties vrijspeelt. Voor Sims met een romantisch levensdoel is romantiek een way of life, een manier van leven. De echte hopeloze romantici kunnen zelfs een carrière maken uit romantiek en kunnen een romance consultant worden, dus een consultant in de romantiek. Oké. Als ze stijgen in hun carrière, dan leren ze nieuwe manieren om liefde te promoten. En kunnen ze misschien zelfs schattige, hartvormige meubels in hun inventaris krijgen. Oké, er is een nieuwe carrière, haal ik hier uit. Je kan dus mensen coachen op het gebied van liefde. Dit vind ik echt top. Ik vind het helemaal leuk. En als je dus promotie maakt, ja, dat heb je met elke baan in de Sims, dan krijg je items vrijgespeeld. En in dit geval zijn het dus hartvormige meubels. Oké, dan heb je ook nog date nights in een unforgettable city. Dus we kunnen dateavondjes in een nieuwe stad. Dus dat betekent nieuwe wereld. Het is natuurlijk een uitbreidingspakket, dus dat had ik wel verwacht. Maar oké, er staat, word verliefd op een prachtige stad gemaakt voor romantiek. Oké, het heet Ciudad Enamorada. Ciudad Enamorada. Oké, er zijn drie buurten. We laten die naam even, die laten we even glijden, jongens. We hebben dus drie buurten. Drie buurten waarvan de charme is dat er verschillende plaatsen zijn waar Sims elkaar kunnen ontmoeten, kunnen flirten en natuurlijk, oh ja, kunnen uitvoeren. Oké. Er is ook een nieuwe singles hangout kaveleigenschap en die trekt beschikbare Sims aan. Dit is zo nice. Dus je kan naar een soort van singles bar, denk ik. En dan kan je andere single Sims ontmoeten. En ja, wie weet hoe de avond eindigt. Misschien ben je aan het einde van de avond wel verloofd. Dat kan in de Sims. Getrouwd, kan zelfs. En misschien eindigt het gewoon met, oh ja. Dus dit is alles wat bekend is van het potentiële nieuwe pakket, de Sims 4 Lovestruck Expansion. Gedachten, ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik kan echt niet wachten om hier meer over te zien. Als deze video het internet heeft gehaald, dan heb ik dus besloten dat ik dit durf te delen. Ik hoop dat EA me niet komt halen, maar ik heb het niet gelekt. Ik ben gewoon heel erg enthousiast en ik kan gewoon niet wachten om hier meer van te zien. Ik ga natuurlijk, als dit pakket uitkomt, of als er meer bekend wordt, ook heel veel video's erover maken om jullie natuurlijk helemaal te informeren, zodat jullie optimaal op de hoogte zijn. Maar laten we nu even afspreken dat iedereen in de reacties achterlaat, sowieso wat je denkt van dit pakket, of het je leuk lijkt en wat je hoopt dat erin zit. Laten we gewoon even speculeren met elkaar. Sims is natuurlijk wel een spel, het is voor 13 jaar en ouder, dus ik verwacht niet dat er hele, zullen geen 18 plus dingen in komen te zitten. Daar zijn mods voor. Ja, ik denk wel dat dit weer een nieuwe laag geeft aan de relaties tussen je Sims. Dus ik ben heel benieuwd. Wat denk jij? Cody denkt ook dat het leuk wordt. In elk geval, als je net zo benieuwd bent als ik, like even de video. En als je ook alles wil weten over de nieuwe dingen die bekend worden over dit pakket, abonneer op mijn kanaal. Dan hou ik je helemaal op de hoogte. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.